Smash is eigenlijk de enige techniek die ik in deeltmethodes aanleg. En dat onderscheid ik eigenlijk in drie fasen. Ik doe of de aanloop leer ik aan, of de armzwaai leer ik aan, of de slag leer ik aan. Dat zijn drie fases. Het andere hoe je het aan zou kunnen leren is chronologisch. Chronologisch betekent van begin tot einde. Dus je begint helemaal aan het begin en dan doe je dat stapje voor stapje. Alleen ik doe dat dan wel chronologisch achterstevoren. Dus ik begin met slaan, vervolgens met springen en dan met één pas, met twee passen, drie, vier passen verder. Graag met krijtjes werken, want je kan, daar hebben we vorige keer ook over gehad, over dwingende situaties creëren. Je kan 100.000 keer uitleggen dat je links, rechts, links moet aanlopen, of rechts, links, rechts. Maar je kan ook gewoon met een krijtje op de grond schrijven en dan doet iemand het eigenlijk vanzelf. Dus, hop, hop, hop. En als je dat goed doet, dus blijf je zelfs over de Wat neem je van vandaag specifiek mee? Wat is je opgevallen? Ik denk dat ik vooral... Ik heb een aantal meisjes in mijn team die zijn klein. Hebben niet zoveel kracht. Dat ik wel ga proberen om het net laag te hangen, maar ook om ze te leren tippen. Ja. Met aanvang, als je kijkt naar de slag, zou ik gewoon beginnen met iemand een fatsoenlijke strekhold. Ik ga gewoon de leren. Twee armen wat we net deden. Volgens twee armen hier gaat. Mijn rechterarm gaat naar achteren. En ik gooi de bal naar jou en jij vangt hem. Ja, gooi het terug naar mij. Wat is snel was. Timing is alles. Wat neem je mee hier vandaag? Wat ik meeneem is dat de methodiek in stukjes te delen, dat vind ik interessant. Gauw geneigd om het hele pakket te pakken en ook feedback te geven. En wat Matt ook zegt, het is belangrijk dat je de kinderen laat denken en niet... Linkhand omhoog, rechterhand omhoog, rechter elleboog omhoog. We zijn in Nederland heel erg bezig geweest met je arm opvouwen. En voor mij is arm opvouwen twee dingen. Eén is, het komt erg veel spanning op de schouder als je dit doet, dat voel je bij jezelf. En twee, het is eigenlijk een langzame slag, want je komt vanaf hier helemaal weg. En als je ziet, en we hebben het over snelheid straks gehad, dan is het toch vanaf zo hoog mogelijk, zo snel mogelijk zo. Zo, heb je er wat aan gehad? Ik heb er zeker wat aan gehad, ja absoluut. Ja, er zijn verschillende dingen die ik meegenomen in de komende trainingen weer. Oké. Ja, absoluut. Welk niveau train je zelf? Dames tweede, derde klasse en de jeugd zeker. En de jeugd? Ja. Ga je het voor je dames ook gebruiken? Dames ga ik absoluut gebruiken. Ja. Ik helemaal meer voor de eerste. Ja. Dat spelende wijsjes leren betekent dat je onder druk in stress situaties nog steeds de goede dingen doet. En daar waar je verbale feedback hebt gehad, gaat nadenken over techniek. En nadenken is over het algemeen op hele belangrijke momenten niet zo handig. Vandaag de aanval. Vorige keer was bovenhands techniek. Hoe heb jij het ervaren? Ik vond het leuk. De aanval moeilijk altijd. Technisch zeer moeilijk onderwerp. Met heel veel vragen. Aanval ben je ook afhankelijk van heel veel situaties in het veld. Hoe dat verdedigd is, hoe dat gezet is. Dus ingewikkeld, maar ik vond het leuk. Veel vragen. Ik heb wel genoten. Ja, nou, ik ook. Er kwam veel vanuit de groep. Ja. Veel vragen tussendoor. Goede onderwerpen. Ik denk dat iedereen er veel van geleerd heeft. Zijn er nog dingen speciaal opgevallen vandaag? Speciale vragen waar je denkt, hey, of een mooie oefening die je zelf nog niet had, eerder had bedacht? Ja, ik vond ze creatief. Dus we zijn erg bezig geweest met dwingende oefeningen creëren. Dus als iets, iemand een beweging beter uit kan voeren, hoe zou je nou een oefening kunnen creëren dat het beter wordt? En daar kwamen veel mensen met erg originele ideeën, waar ik ook al wel van geleerd heb. Dus dat vond ik leuk. Ja. Nou, zo werkt het altijd twee kanten op. Goed, we hebben er nog twee te goed volgens mij. Ja. In Utrecht de 19e november gaan we het over hebben. Klopt, weet ik niet meer. Weet je niet meer? Moet ik even heel goed nadenken. Verdediging gaan we het over hebben. Goed, kan je daar 2,5 uur mee rennen? Ja, dat is een beetje krap, maar gaan we ons best voor doen. Goed zo, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot over 2 weken. Goed zo.